Goedemiddag, mijn naam is Joris Aerts. Vandaag krijgen we een middeltrein in een driehoek. Wat is een middeltrein? Dat recht die door het midden van de zijde gaat en loodrecht op die zijde staat tot dat punt. Wordt hier recht zijde A, B of ook C genoemd. Dan verdelen die zijde in twee delen. Door het midden van die zijde teken de rechter loodrecht op die zijde. Dus hier teken de loodrecht erop. Dan teken de eerste middeltrein, dat noemen we de MC. Waarom? Omdat de zijde C inderdaad AB is. Ja. Nu kun je voor de rechter AC dat doen. We zoeken het midden. Dat ligt het midden. Dan teken je daar de middeltrein MB, omdat je de rechter B genoemd. Die zijn dus gelijk. Dan het C doet hetzelfde. Het BC heb je de rechter A, heb je hier MA. Je merkt dat die middeltrijnen tot één gemeenschappelijk punt hebben. En we noemen dat punt O. Ja, de O is het middelpunt van de omgeschreven cirkel. Dus het middelpunt. Middelpunt van de omgeschreven cirkel. Middelpunt van de omgeschreven cirkel. Wat betekent omgeschreven cirkel? Dat betekent een cirkel die zowel de punten A, B en C bevat. En die bevat dus de punten A, B en C. Ja, dus als je die cirkel tekenen, door die punten, dat is ook het middelpunt. Ik heb nu geen pas erbij, maar als je gewoon schetsen, kun je hier de omgeschreven cirkel trekken. Deze cirkel heeft als middelpunt dat punt O, de snijpunt van de middellijnen. Dus de omgeschreven cirkel gaat door A, B en C en heeft als middelpunt de snijpunt van de middellijnen. Ja, dus de middelpunt met als cirkel met middelpunt O. Dus onthoud, als je de middellijnen tekent in een snijpunt, dan heb je het middelpunt van de omgeving cirkel. Ik heb ook een aparte video waar ik uitleg hoe je middellijn tekent, hoe je omgegeven cirkel tekent, door middellijn te tekenen en snijpunt te gaan zoeken. Ja, ook een bewijs dat inderdaad die drie middellijnen gemeenschappelijk snijpunt hebben. Okay. Dus onthoud, middellijn is dan de definitie rechte is door het midden van een definitie is een rechte door het midden van een zijde en loodrecht op die zijde. Denk over aan de volgende keer.